Je kan het op twee manieren interpreteren, dit nummer. Ik denk dat het ook wel een nummer is wat je lekker in een sportschool zou kunnen luisteren. Goed zou kunnen vergelijken met de golfslag. Dat is weer een hele andere liefde, laten we het daarop houden. Want als je het schilderij ziet, dan denk je van, ah ja. Er staan wat mensen bij te kijken, ik denk dat het ramptoeristen zijn. Ja, maar je neemt nooit afscheid van het panorama. Ik ben Youssef Gnaoui, ook al bekend als Sef. Ik ben Stien den Hollander, beter bekend als S10. Ik ben Sharon, beter bekend als Kovacs. En wij zijn de ambassadeurs van Artrocks. Artrocks is een muziekcompetitie die muzikanten uitdaagt om muziek te maken bij een kunstwerk. Voor die kunstwerken kan je kiezen uit een heleboel kunstwerken die geselecteerd zijn door een heleboel musea door heel Nederland heen. Door de interactie tussen muziek en beeldende kunst ontstaan er nieuwe vette soundtracks. En vandaar mogen ze het live spelen bij het kunstwerk. Uiteindelijk gaan er 8 deelnemers door naar de finale in Paradiso. Laten we gaan kijken. Zijn we dan bij Museum Mesdag Panorama? Museum Panorama Mesdag. Ik doe het altijd verkeerd. Is podiumpresentatie voor jullie nog wel eens iets bijzonders volgens mij? Want jullie hebben het panorama en daar is het hele museum volgens mij een beetje omheen gebouwd. Ja, dat is het artistieke hoogtepunt van Hendrik Willem Mesdag. Het is 120 meter rond, 14 meter hoog. Dat is een waanzinnige beleving. Ja, en als je daar een muziekstuk onder kan schrijven, ja, is heel bijzonder. Laten we naar binnen. Oh ja, het woord mindfuck is wel het meest gepaste woord. Ja toch? Wauw hè? Het is namelijk net echt. Ik heb altijd het idee dat ik hier de zilte lucht ruik. En het daglicht bepaalt dat het schilderij altijd er anders uitziet. Ik ben zo overdonderd, maar ook door wat je net zei, er is op een of andere manier, en het is heel vreemd en ik kan het niet uitleggen, maar er is het geluid en de geur van de zee. Ja, en dat heeft ook te maken met hoe het panorama's in de 19e eeuw waren natuurlijk heel populair. Waren de voorlopers van theater, bioscoop. Wacht even, je zegt dat de vloer is ook een beetje scheef. Ja, en dat is de beleving dat je op een duin staat. Dat je echt om je heen kijkt en de zee echt ziet. Iedereen heeft zijn eigen beleving. Wat het ook wordt, ook al wordt het een jazznummer of een metalnummer of het wordt hiphop. Of we gaan de totaal de experimentele kant op. Ja. Het klopt. Het klopt. Ja, en dit is het mensendagwerk. Hier staat hij onbekend. Ik weet het niet. Ik heb wel het gevoel dat het hem echt gaat om het licht en om een moment te vangen. Ook wel echt heel erg indrukwekkend is, omdat een moment per definitie meteen voorbij is. Zeker op zee, zeg maar. Met dit soort dingen is het altijd zo persoonlijk, want je gaat het niet hebben over, tenminste, ik zou het zelf niet hebben over de lucht. De zee. Dus het moet wat dat moment met jou doet, daar moet het over gaan. Dus je moet heel persoonlijk gaan. En dan is het heel makkelijk om de connectie met het schilderij kwijt te raken. Dus er zit wel een moeilijkheid. Het is best moeilijk, ja. Ik ben artiest Rubensson. Ik kom zelf uit Den Haag, Scheveningen. De zee is een heel groot onderdeel van mijn leven. Heftige dingen ook meegemaakt. Er overlijdt iemand of krijg een nare ziekte of weet ik veel wat. Je weet het nooit. De controle is er gewoon niet. Door juist die controle te verliezen ben ik mezelf kwijtgeraakt in het leven. Heb ik mezelf ook wel weer teruggevonden door contact te maken met hetgene binnenin, zeg maar. Ik voel dat heel erg aan met nummers waar ze heen mogen gaan. Ja. Bij een soort van ode ook aan een aantal personen. Dus, Keep on writing.
kijken. Gewoon geobsedeerd door die lijsten ook. Ja, ik wou het net zeggen. Die lijsten zijn echt wel echt veel ook gewoon. Ik vind het heel vet, maar het is best wel grappig. Als je het schildert, hangt het niet in zo'n lijst. Nee. Maar de lijsten komen wel uit de tijd van de kunstenaar. Ja, ja, dus het was wel zijn bedoeling dat het zo... Ja. Zou je een albumcover maken die deze rand zo had? Heb op mijn eerste album heeft letterlijk een lijst, een marmeren lijst. Ja. En je kijkt ook als je dit gewoon op het doek met de hoe noem je dat, versleten zijkant zonder lijst ophangt, dan... Niet hetzelfde. Nee. It's different. Ja. Je moet het wel op een podium zetten. Dankjewel voor de gouden lijst, Mesdag. Ik ben Eveline, ik ben de zangeres van Marble Waves. Nou ja, onze bandnaam zegt het al een beetje met Marble Waves, maar wij hebben ook iets met de zee en dat prikkelt heel erg, een soort van woeste natuur, een soort dubbelzinnigheid. Dat proberen we altijd een beetje in onze muziek te krijgen, dat je het op meerdere manieren kan interpreteren. En de maan is eigenlijk iets heel erg ongrijpbaars en toen dacht ik dat is heel cool om daar een nummer over te maken, dat je een soort van ode aan de maan en de schoonheid van de maan doet. Ik ben Sammy Sedano. Het nummer dat ik heb gemaakt heet Maan bij Avond. Ik zag heel veel kunstwerk waarbij ik wel iets wil kunnen schrijven. Deze sprak me het meest aan, omdat de laatste tijd ben ik heel erg bezig met de andere kant van mezelf te vertellen als artiest. Iets meer, wat kwetsbaarder. En dat gaf me wel een beetje die vibe, dat ik dacht van oké, dit matcht. Ik vind die crossover met andere kunstdisciplines vind ik altijd heel interessant. Dus van muziek naar kleding of muziek naar kunst. Ik weet niet eens of je het door hebt. Je geeft me rust als de maan bij avond. Bij avond. Voel de wind nu dat ik door en je ben gevallen en ik ben niet te maken meer. Nee. Grijze wolken aan de kade, ik blijf staren naar de gloed over het water, je voelt zo dichtbij. Zittend, ik wil varen, geen besef van tijd. Ze wacht nog tot ik kom, maar heeft genoeg van mij. Zoveel dingen in mijn mind, maar kan niet blijven rennen. Ook al weet ik dat je blijft, ik kan niet blijven rennen. Blijven hopen dat de wolken doen verdwijnen. Blijven hopen dat je mij niet zal misleiden. Geen vertrouwen, niet een beetje in ons beiden. Moeilijk te begrijpen, maar je geeft me licht. Geef me iets om na te grijpen als het tegen zit. Duur niet lang meer voor ik val, ik ben uit evenwicht. Ik weet, ik ben niet makkelijk te peilen. Soms lijkt het makkelijker me te mijden. Maar baby, geef me rust. Kom, ik breng je van de kust. Op mijn rug voel de wind nu in de zeilen, ja. Yeah. Ik ben Ems en mijn nummer heet Fading the Light. Sowieso is het voor mij een rustgevend beeld. Wat vooral bij mij opriep was troost. Dat heb ik ook geprobeerd in het nummer erin te krijgen. Normaal gesproken, als ik een nummer schrijf, dan ben ik al bezig met het visualiseren van een wereld waar mijn verhaal zich in afspeelt. In dit geval was dat al zo. Er was al een wereld. I'm breaking through the eye of the storm. Sailing on sight by danger in the night. I open my eyes, closing the doors behind.
I don't remember. Fading the light, I shake off a piercing shiver. The sweetness of summer evenings turn to bitter. I don't remember falling asleep. Dit is wel van alles in het hele Mesdag-panorama is dit de uitschieter eigenlijk. Het is het enige werk waar echt iets pijnlijks op te zien is. Ja, na de storm. De rest kan je, daar kan je soort van langslopen, omdat het liefelijke tafereeltjes zijn. En hier is iets ellendigs aan de hand. Maar ook weer niet, want het is voorbij. Toch? Dat is altijd gek. Na een storm is er heel veel schade en heel veel ellende. Maar de storm is afgelopen. Het schijnt wel zo te zijn dat hij heel vaak nog dit heeft overgeschilderd. Of dat hij in ieder geval dat er een paar delen waren dat hij na het exposeren van het werk nog eens een keer willen beter doen of overdoen. Ik weet niet hoe dat werkt als schilder. Misschien wilde hij iets anders, niet per se beter. Het is zo'n nummer van Kali Uchis met Tyler the Creator. Het heet After the Storm. En dat is een heel chill nummer. Een heel aangenaam soort van vibey, feel-good nummer. En zo kan je na de storm dus ook interpreteren als iets gewoon als iets aangenaams. Weet je, ze zijn wel de schade aan het opnemen en ze zijn aan het kijken naar misschien een ingewikkelde toekomst, maar ze weten in ieder geval wel waar ze aan toe zijn op een bepaald niveau. Ik hoor twee kanten waar de nummers naartoe kunnen gaan. Dus. Ja. Nou, ik ben Gerco, ben 26 jaar en ik heb samen met Anne Schavuit het liedje Na de Storm gemaakt. Nou, het schilderij laat echt een massive destruction zien, zeg maar. Wij vonden dat wel vet. Wij, ook in de tijd waarin we zitten. Het is natuurlijk corona, alles is een beetje van oké, we weten niet hoe we ons moeten voelen hierbij. Het is allemaal wel een beetje ingewikkeld. En toen dachten we, ja, dat past wel een beetje bij het gevoel wat we nu een beetje hebben. Hoe kan ik die golvende beweging van een storm creëren? Maar we wisten gewoon, we willen er een koortje bij. We willen er wat strijkers bij, we willen er trompetten bij. Gewoon dat het heel bombastisch was. Ik wil de antwoorden niet weten, ik kan de redenen wel zien. Het is toch goed om de weg te weten, maar het is goed. Het zal wel wezen, ik zal wel zien. De woorden zijn gesproken en de droogte is tergend langzaam voorbijgekropen. En de optie om te kiezen kon ik niet verliezen aan jou. En dan moet ik zoeken. En daar bij het water ga ik naartoe en daar bij het water, daar is het goed. Het gaat goed en ik slaap goed en ik sta paraat wanneer je mijn naam roept. De teksten die ik diep in mijn systeem heb opgeslagen en keer op keer weer met mezelf heb doorgenomen. Het bevaren van je eigen koers, het houden van die hyperfocus, maar hou die blik tegelijkertijd wagenwijd open. De lessen die diep liggen en zomaar pas hebben beslagen, maar fouten maken lukt nog steeds en paradoxaal kan ik dat gelukkig nooit voorkomen. En daarom blijf ik zoeken. Ik ben Gino. Nummer, ja, het gaat vooral over hopen dat het goed komt. Ik probeer een beetje de link te leggen nu met corona. Er is ook een soort van storm gaande en het is voor veel mensen zwaar, maar je moet toch proberen om er sterker uit te komen. Ja, mijn sterkste punt vind ik zelf teksten schrijven, dus ik vind mezelf niet een hele goede zanger. Maar ik probeer een beetje, ja, wat originelere invalshoeken te bekijken en op die manier schrijf ik dan een nummer. Het moet roeien met de riemen die ik heb. En ik kan niet stil liggen, boeien. Ik heb geen boeien, dus alle hens aan dek. We mogen niet stil zitten, boeien. Kan mij niet boeien wat een ander van me denkt. Ze willen me zien zinken, boeien. Het moet roeien met de riemen die ik heb. En ik zal niet verdrinken. Storm. Schud ik het zand uit mijn haar en kijk ik om me heen, ben de enige die staat. Naar de storm,
raap ik mezelf bij elkaar. Geen tijd om te stoppen, want het is nog lang niet klaar. Nee, ik lig niet lang uit in mijn kajuit. Ik ben een hele harde werker, geen schafuit. Heb ik niet de wind in de zeilen? Er komen vast wel weer betere tijden. Splinters in mijn handen van het tillen van de wrakstukken. Pijn in mijn rug van het timmeren en bukken. Maar terwijl jij nog ligt in je bed stee, ben ik alweer op zee. Nooit last van heimwee. Nee, ik ben niet weemoedig. Ik vaar moedig over zee. Concurrentie aftroevend. Wow. Dit effect, hè? Wow, crazy. Dit is gewoon een kunstwerk zo imposant dat ze er een heel museum omheen hebben moeten bouwen. Wat lijp. Ik heb deze nooit in het echt gezien. En ik wist dit, zeg maar, maar ik wist dit niet. Dit voelen is anders. Ja. Ik ben nu ook heel benieuwd hoe dit er van buiten uitziet. Snap je wat ik bedoel? Aan de andere kant. Het is een koepel, neem ik aan. Mooi man. Ik weet ook niet hoe jij dat vindt. Jij zit in de jury. Ik mag alleen de kunst komen bekijken. Maar hier kan alles op volgens mij muzikaal, toch? Dit is de wereld in het klein. Ja, je kan hier gewoon je eigen gevoel op projecteren natuurlijk. Weet je wat ik ook bizar vind? Van als je dit maakt, dan... Ja, oké, op papier, leuk idee. Van we gaan een panorama in een koepel maken, zeg maar. En het werkt heel goed, zeg maar. Het voelt heel realistisch aan. Maar stel je voor, het zou helemaal niet werken. Dat is niet geworden. Dat weet je dan pas echt helemaal aan het einde, toch? Ja. Dit is zijn schetsblok. Dus dit maakte hij dan. En dan kon hij alvast een beetje zien hoe het zou moeten werken en wat het perspectief was. Ja. Dus ook om te kijken of dit gelukt was, hij ging dan hier in het midden staan met zijn hoofd daarin. Ja. Is dit ook het origineel? Dit is het origineel, ja. Vet man, ik ben echt vooral heel benieuwd wat mensen hiermee gedaan hebben. Mijn naam is Martijn van Delft en het liedje dat heet Voorzientje. Tot voor kort heb ik in het museum gewerkt, dus ik heb dat panorama echt honderden keren gezien. Binnen dat panorama zitten ongelooflijk veel verhalen en in dat hele grote palet van al die verhalen zit weer een heel klein ander verhaaltje en dat is Sientje, dat is de vrouw van Mesdag. Eigenlijk vind ik dat het mooiste van het hele panorama, want het is allemaal heel overweldigend en binnen al dat overweldigende is dat hele kleine verhaaltje, die liefde van hem voor haar. Ik roer de zee tot zilte schuim. Zand blijft plakken aan mijn knie. Elke stap vervaagt direct, maar toch, ik blijf het helder zien. Is het niet mooi dat de zon weer schijnt? Zomaar voor ieder die wil. Dat je elke dag weer de kansen krijgt. Kom, maak vandaag een verschil. Het verbaasde mij dat het de enige artiest was die daarvoor had gekozen. Ja. Wat het voor mij wel redde was dat het gewoon wel heel goed gedaan was. De locatie en dan de muziek erbij maakte het wel imponerend, vond ik. Je voelde gewoon die link heel sterk, ook sferisch, maar ook emotioneel. Ik weet niet of het het nummer was of de manier waarop, maar ik vond daar de emotie die zij uitzonden heel erg aankomen. Toch aan het eind van de dag meteen het gevoel van, oh ja, dat is toch wel echt de winnaar. Ja. Ja. Voor mij. Ja. Voor mij ook, ja, dat was eigenlijk, waren we het heel erg eens gelijk. De jury vond jou vandaag de beste artiest en je bent in ieder geval voor nu, heb je dit gewonnen vandaag. Echt waar, hè? Je was de beste van de dag. Nee, meen je niet, joh. Serieus? Ja? Ah, fucking vet. Ja, dat vind ik echt heel tof. Ja. De jury vond jou overtuigend goed en daar mag ik ook bij vertellen. Ze vonden het meest slepend, ze vonden de sfeer die je nummer raakte perfect. Ze waren verstild en onder de indruk. Ja. Ja, het betekent echt heel veel voor mij en vooral ook voor de mensen voor wie ik dat doe. Ja.
Nou goed, weet je, nu ik deze ronde gewonnen heb, kan ik het wel vertellen. Ik wilde namelijk niet de mensen beïnvloeden, weet je wel, wat er is gebeurd. Je gaat een of ander medelijden verhaal opzetten. Daar had ik geen zin in. Maar surfongeluk zaten goede vrienden van mij bij afgelopen jaar. En dat heeft gewoon heel veel met ons als gemeenschap gedaan. En deze is echt voor de jongens. En speciaal voor Joost. Ja. Rock on.